Welkom in ons Clemenspoort TV-journaal van oktober. Als we even terugblikken, hebben we een zeer intense maand achter de rug. En ik begin even bij 26 september, waar we meer dan 90 zingevingscoördinatoren van FEMMA konden onthalen en een heel bijzondere voormiddag bezorgen. Diezelfde woensdagavond was het onze verwenavond voor de vrijwilligers actief in de Clemenspoort. Ze waren met meer dan 50 en we hebben de avond ingezet met een aperitiefje, met frietjes. Onze mensen van de Raad van Bestuur zorgden voor de dienstbare catering. En heel mooi waren de twee toespraken van de provinciaal, die heel dankbaar was voor de inzet. En ook Odette, onze inspirerende coördinator, die de vrijwilligers stimuleerde om geen vissers te worden van mensen, maar parelvissers. Een beetje naar het beeld van de parel die we hier hebben op de Clemenspoort. Het is de opdracht om het mooiste wat in mensen woont naar boven te halen, doorheen een vriendelijk onthaal en een hele mooie service. Dan schoven we op naar een hele bijzondere avond, vrijdag 29 september. De officiële opening van de Clemenspoort. We konden meer dan 200 mensen verwelkomen. Het Ifata-koor heeft wondermooi gezongen tussen de verschillende impulsen door. Er waren impulsen van Pater Provinciaal. Er was een heel mooi moment met respect voor Pater Guido, de echte pionier en inspirator van heel dit project. Jammer genoeg was hij niet fysiek bij ons, maar we hebben hem bij ons geweten via een fijne bloemenhulde met een link naar de familie van Guido. Er was de burgemeester Daniel Termont die op ontwapenende wijze het project een plaats heeft gegeven in de stad. Ook de deken heeft heel mooi gesproken over de poort als opener naar meer, naar zingeving. Onze coördinator Odette heeft nog even de kracht uitgedrukt van het vrijwilligersgebeuren. Ikzelf mocht iets vertellen over de toekomst. En dan kwam eigenlijk het mooiste moment van de avond. Een soort symbolisch kantelpunt in jaren van stille voorbereiding en uitvoering. Het doorknippen van het lint, waarop mooi geborduurd stond door Rita. Het lint van vieren, verbinden en vernieuwen. Toen kwam er een mooi applaus, een prachtig lied en meteen ook de plechtige opening van dit bijzondere centrum. We hadden niet veel tijd om te ademen, want de dag nadien al, zaterdag en zondag, was er een open deur gepland. Dus dezelfde nacht nog eens alles klaargemaakt om mensen te onthalen. We hadden met het vrijwilligersteam alles voorbereid dat 700 mensen een mooi weekend zouden kunnen meemaken met muziek en hapjes en verzorgde rondleiding, maar het zijn er 1700 geworden. Vooral op zondag bleven de mensen maar toestromen en gelukkig is alles in goede banen geleid. En zijn we dankbaar dat we heel veel gelukkige gezichten hebben gezien. En wat bijzonder was, dat heel wat mensen deze plek hebben bezocht, die het voor de eerst hebben ontdekt in het hart van onze stad en blij verrast waren. Het was ook mooi dat we het project konden tonen en als een onderdeel van een groter verhaal. Ook het Clemenshof was geopend met mooie impulsen van Ilse, van Rita en Hilde en haar team over de realiteiten die daar gebeurden. En ook het Clemenshuis kon worden bezocht. En net dat samenspel van de realiteiten heeft heel veel mensen met verwondering geslagen. Wat ook fijn was, dat we vrijdagavond alles hebben mogen streamen. En een van de mooie echo's die ons bereikte was een van onze trouwe paters, André Schotsmans. De man is in de 80. Hij kon niet naar de opening komen, maar had op zijn laptop, dankzij de streaming live, heel de avond meegemaakt en was zo gelukkig dat hij op afstand erbij kon zijn en kon genieten van dit feestelijke moment. Het volgende stapje dat is doorgegaan is dan 10 oktober. Onlangs hebben we de eerste avond gehad van ons eigen vormingsprogramma dat we als Clemenspoort aanbieden. Dat je perfect kan volgen in onze programmabrochure, te volgen op onze agenda op het internet. Maar je kan de brochure met een eenvoudige info@clemenspoort.be ook thuis besteld krijgen.
En de avond ging over het recruteren van vrijwilligers. Een tiental mensen hebben enthousiast dit eerste vormingsmoment meegemaakt. En het wordt het eerste in een reeks van vele. Dus volg de agenda maar en waag je kans om deel te nemen. Nog even zeggen dat hier ondertussen ook een hele mooie kunst- en tentoonstelling loopt van Nadine Fassin, die een deel van haar werken tentoonstelt, heel fijn gepresenteerd ook, en af en toe zal ze ook tegenwoordig zijn. En als je een van deze werken zou kopen, dan steun je meteen ook de Clemenspoort. De agenda voor de komende weken. 26 oktober start Rotonde Plus, onze studentenwerking, en we nodigen alle studenten uit. Op die donderdag, we starten om 1 uur met een rondleiding en nadien een stukje overleg rond het programma. En we herhalen het nog een keertje om 18 uur 's avonds. Dus 27 oktober is het open kooravond. Zing je graag, wil je onze Fata-koor leren kennen, dan ben je om 8 uur welkom in de paal. Op 28 oktober hebben we onze maandelijkse meditatiegroep. Die komt om 4:45 in de namiddag samen op zaterdag. En dat duurt ongeveer tot 5:45. Een stukje een impuls, een meditatiemoment en nadien kans om een beetje bij te praten. Op 3 november ben je welkom voor een kennismakingsavond met Edith Stein, een karmelites die heilig verklaard is. En niemand minder dan Ilse Kermans, die er een boek over geschreven heeft en zeer inspirerend daarover kan spreken, zal je meenemen in het bijzondere leven van deze vrouw, een inspirerende vrouw voor de tijd van vandaag. Op 9 november hebben we een avond op zoek naar de bronnen van de Clemenspoort. Een van onze redemptoristen, pater Ludger Wolfert, zal je een beetje vertellen wat de achtergrond is van de congregatie die eigenlijk achter heel dit concept zit van de Clemenspoort en alles wat hier in Overwaal is gebeurd. Wat is de visie, wat is de inspiratie, wat zijn de kernfiguren, de kernthema's? Zeker een aanrader. Op 7 november bieden we jullie ook in samenwerking met een ruimer verband in de stad Gent, namelijk Lopend Vuur, een hele boeiende lezing aan door Guy Goris van het tijdschrift MO. En dat gaat een beetje op zoek naar de zin en onzin van religieuze utopieën die vaak mensen vandaag wat verblinden en kunnen uitmonden in geweld. Hoe komt dat en wat is een beetje de achtergrond daarvan? En een laatste aanrader is 11 november in de namiddag om 4 uur in de namiddag ben je van harte welkom. We starten met een denktank rond duurzaam leven. Heel onze site hier met heel veel facetten willen we tegen laten botsen tegen de gekende millenniumdoelstellingen en met elkaar willen we proberen begrijpen hoe we alles wat we hier doen en ondernemen nog duurzamer kunnen maken. Heb je zin om wat mee te discussiëren, te dialogeren daarover? Ben je van harte welkom op 11 november. En dan onze uitsmijter. Eén zinnetje om mee te nemen. Eenvoudig, maar toch ontzettend krachtig. Het kleinste is groot als je het met liefde doet. Wil je dus nog meer te weten komen over wie we zijn? Bezoek dan zeker onze website. En je kan nog altijd vrijwilliger worden, zaal huren of deelnemen aan onze vele activiteiten of even langskomen in ons onthaal.